Marinus, je verliest de stadsderby met 2-0. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ja, uiteindelijk zuur, omdat je wel een beetje gevoel hebt van er zat iets meer in. Dat heb je niet elke keer als je tegen Feyenoord speelt. Eerste helft goed georganiseerd, maar weinig lef in doorstappen, weinig lef in aan de bal, met name ook. Dus dat was de boodschap in de rust. Ja, de tweede helft hebben we dat wel goed gedaan, vind ik. Werden we ook gevaarlijk, kwamen beter in de wedstrijd, dreigen naar de goal toe. Ja, kon ik net helaas niet tegelijkmaken. Nee, dan moet je afdrukken, want je weet als je dat niet doet, dan gaat hij aan de andere kant. Ja, weet je, er komt extra ruimte op het veld. En dat was doodzonde, omdat je na het aantal mogelijkheden hebt met Kenzo, met Soe. Hier na een hensbal wel of niet. Dat er wel wat mogelijkheden waren, een bal nog van de lijn van Redouan. Dus ja, dat betreft hebben we ons wel heel goed getoond, dus daar ben ik positief op. Je vond het in de eerste helft wat dat betreft wel iets te voorzichtig dus? Ja, eens. Dat is het, weet ik, een groot gevaar van deze tactiek. Maar daar ook wel op gaan, met name ook zo'n eerste goal, daar baalde ik enorm van. Want dat hebben we echt 100.000 keer over gehad deze week, dat Sakre moet uitstappen. Dat Giménez in de rust van de rug staat van de centrale verdediger. Ja, dus daar was ik wel echt ziek van, die goal. Die was gewoon te makkelijk. Een luie voorzet, die hij moet. En dan moeten we beter verdedigen. En inderdaad, we bleven te lang zitten in de zone en te veel naar achteren. En ook als we de bal een keer wel hadden, dat groeide een beetje langzaam in de eerste helft. En tweede helft, hebben we daar wel even in de rust even de nadruk op gelegd. En vond ik wel dat we dat goed deden, tweede helft. Terwijl het ook wel leek als Feyenoord na die snelle goal ook wel best leek te vinden. Terwijl dat je daar misschien meer van had kunnen profiteren. Ja, nee, je krijgt best wel veel de bal natuurlijk. Dus dat betreft klopt. Nou ja, dan werden we ook gevaarlijk. Maar ja, we weten het, we scoren eenmaal niet zo heel makkelijk. Ja, dat is ook vandaag helaas gebleken. Dan verlies je met 2-0. Ik denk dat je daar dan niet eens heel ontevreden over bent, ook richting de laatste weken. Nou, ik ben vooral tevreden over dat we een goed gevoel aan deze wedstrijd overgehouden. We hebben 0 schade opgelopen, sterker nog. We hebben Azarkan een uur laten spelen. We hebben Ayoub een half uur kunnen laten spelen. Dus dat is ook belangrijk voor het team, dat hun weer wat erbij zijn, wat fitter worden. Geen kaarten gehad. Ja, we hebben absoluut vertrouwen in dat we de komende 3 wedstrijden gaan beslissen. En 2 ploegen die deze speelronde definitief gedegradeerd zijn. Dus dat gevaar is ook afgewend. Ja, ik moet zeggen, daar zijn we al heel lang niet mee bezig. Want wij zijn gewoon beter als die 2 ploegen. Dus dat is het seizoen niet naar. Alleen, het is nog steeds, Volendam staat er nog bij, Emmen staat erbij. Wie weet Fortuna er nog bij, dus er zijn nog een aantal kandidaten. En het programma biedt perspectief. Feyenoord gaat normaal gesproken volgende week kampioen worden, maar die moeten ook nog naar Emmen. Ja. Heb je het daar nog over gehad met Arne Slot? Ja, zeker, na afloop. Ik heb hem heel veel plezier gewenst en een dik verdiend kampioen. En hopelijk wel gas geven tegen Emmen uit, dus hij belooft dat het goed komt.